Ja, klopt. Maar ik was niet te houden, dus ik ben alvast maar gegaan. Ja, er zijn in totaal 4 evenementen. En allereerst 2 evenementen hier in de Ziggo Dome volgende week. Dan gaat het zaterdag om een dance-event met DJ's zoals Tunry James en Ryan Marciano. Dat is op 6 maart. En de volgende dag op zondag is er een concert van André Hazes. En de week daarop, 13 en 14 maart, zijn er dan weer 2 evenementen buiten. En dat is op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. En dan gaat het op zaterdag 13 maart om een dancefestival en op zondag om een muziekfestival. En ja, dat klinkt natuurlijk heerlijk, hè? We willen allemaal terug naar dat festivalgevoel van voor corona. Maar ja, dat krijgen we natuurlijk niet terug. Maar de vraag is, wat koop je nou eigenlijk wel voor dat kaartje?